Dus de dorpelingen hebben dus die boot aan de kant getrokken. Om dichtgemaakt met pinabladeren. Hij begreep in de zon. Met open wonden. Dus hij is enorm snel tot ontbinding gekomen. Met, eigenlijk onherkenbaar. Mijn familie. Dus. Heeft het leeg gevonden? De hoe is het leeg gevonden dan? Dus de dorpelingen. De dorpelingen hebben gevonden. We hebben het, die boot aan de kant gebracht. Dat zei ik net. Uh-huh. Dichtgemaakt met Pina. Oh, ze hebben het. Ja, okay. Ja. En we hebben het geborgen dus daarna. Uh-huh. Dat moet vriendelijk zijn. En het is gewoon mooi, maar die zo mooi gezegd. Maar die mensen zijn er nog toch? Jawel. Ja, ik heb gesproken met de broer. Nee, de mensen, de plaatselijke bevolking. Ja, het is in malaria-kwam, daar hebben ze het gevonden. Ja. Malaria-kwam. Maar ik zou Brunswick zelf ook willen spreken over die opdracht. Want wat zei hij op dat bandje, kunt u zich dat herinneren? Oh, ja, kapetjeri. Maar dat bandje, ik moet het echt hebben, voor ik hem... Oké. Okay. Zelfde met krakken. Wat was er met krakken? Krakken, terwijl we in vreesonderhandelingen ja. waren. En die was zich van geen schuldbewust. Zo aan het voetballen ochtend komt een groep onder leiding van Castro. Geen Castro. Ayopong. En Paulus de Boskabouter. Weet je? Stanley Rens. Ja. En die geeft opdracht om de zak daar gewoon neer te maaien. Stanley Rens was erbij? Ja, 100%. Bij die jongens die de... Ja, maar dat bandje zoeken, anders praat ik in de lucht. Er was een bandje daarvan opgenomen? Ja, het ging allemaal via onze interceptie. Interceptie van de communicatieverkeer. Ja, we intercepten die informatie van. En die jongens zijn toen afgemaakt? Ja. Het geval van iemand die onthoofd zou zijn, en iemand die... gekruisigd zou zijn. Kloppen die verhalen? Ja, ik heb het ook gehoord. Onthoofd is van Ewout, hè? Ja. Is die onthoofd geweest? Ewout, een leven lang? Dat was de informatie. Ja. Is een van de maar dat was ook op de band. Ewout is onthoofd geweest. Van kruisiging weet ik niet. Ewout is onthoofd geweest. En ze hebben op zijn hoofd. Hebben ze een directoire, zeggen dat ze een directoire was, over zijn hoofd getrokken, op wie dan ook. Een damesdirecteur. Maar van kruisiging, daar heb ik geen rapport. En iemand die over. Met een blusbrander of een brandblus, hoe noem je dat? Een brander terwijl hij leefde, is verbrand? Nou, we weten niet als ze leefde. Maar wat we weten, althans wat we zijn komen aantreffen, is wel drie man op een hoop die met een brander waren bewerkt. En je weet niet of ze al dood waren. Ik weet niet of ze dood waren. Als ik gevonden heb, dan kan ik ermee in contact brengen. Oké. Ik was erbij. Weet je wel? Ik dacht dat Rasta. Hoe was erbij? Hoe zagen die lijken eruit? Was het helemaal vermolmd? Of? Ja. We hebben dus die drie mannen en je zou kunnen zeggen, drie jutterzakken teruggebracht naar de stad. En ze zijn ook zo begraven. Ze zijn begraven. De anatompatholoog kon ze niet identificeren. Oh. Dus ze zijn in drie graven naast elkaar zonder namen begraven. Koppennamenstraat. En er zijn ook mensen vermist, twee jongens die vermist zijn. En ik sprak met die vader en die vader zegt van, kan het Jungle Commando niet helpen om tenminste de locatie te identificeren waar die jongen zou kunnen zijn vermist geweest, zodat je daar een bloemetje kan leggen ofzovoort. Hoe komt het dat we na al die jaren dit niet kunnen doen voor zo iemand? We hebben afgelopen jaren geen hieren gehad. We moeten er wel aan gaan werken. We moeten er wel aan gaan werken. Ja. Oké.
Overigens, ik ken die geval niet. Hè. Okay, ik heb die vader gesproken. Want Sylvester. Ik wil een verband Sylvester. Leggen. Ja. Ik wil jullie even hartelijk bedanken voor... Even, is er iets ooit verteld van hier in Victoria? Van een dynamiet, voeten kiepen om. Van de voeten, ja. De man komt eronder, zit eronder vast, schudt om hulp en hij wordt doodgekapt. Ja. Dat geval heb ik gezien. Die jongens worden dan met de pikhouwwiel in die tank, dat voertuig was, zijn hun hersenen in elkaar gekapt. Dus levend zijn deze jongens dan gekapt, ja. Ja. Maar dit zijn verschrikkelijke dingen, hè, die zijn gebeurd. Net zoals 8 december verschrikkelijk is wat daar gebeurd is. En we moeten al die verhalen van alle kanten bij elkaar brengen en zeggen van oké, we moeten erkennen dat niemand gaat het goed vinden. U zal 8 december ook niet goed vinden. Ook al zult u uw politieke analyse hebben, maar menselijkerwijs kan je niet zeggen je vindt het goed dat mensen vermoord worden. Dat gaat niemand zeggen. Maar omdat we zitten in een politieke situatie van strijd, gebeuren deze dingen. Je wil niet dat het gebeurt, maar het gebeurt. En wat we nu moeten doen, vind ik na 35 jaar, is iedereen die een stuk van dat verhaal heeft, moet die bijdrage leveren om die puzzel te maken. En dan moeten we kijken hoe we het een plek geven in de toekomst. Die plek kan je nooit geven als je niet probeert zoveel mogelijk van de waarheid, al heb je niet 100%, bij elkaar te halen. Ik beschouw dit gesprek niet als het einde. Ik beschouw dit gesprek als een begin. We zijn begonnen met het onderzoek, maar als een deel van het proces van onderzoek. En ja, we hebben wel getriggerd, dus ik ga wat onderzoek doen dan. Ja. Ik hoop dat we vervolggesprekken kunnen hebben. Heel de graag. Komende tijd, zodat we dit, en met alle andere betrokkenen, dus graag wil ik een gesprek met u en Brunswijk om de tafel, om dit te bespreken. Hm? En, voor mij part direct naar de begrotingsbehandeling. Ja. Ik zal met hem praten tijdens de begrotingsbehandeling. Ja. Ik denk dat hij geen keuze zou moeten hebben, als hij de context begreep. Ja. En als we dit plaatje, is het proces van informatieverzameling en communicatie erover, is deel van het healingproces wat we nu ondergaan. En laten we ons best doen om dit ook zo goed mogelijk en zo grondig mogelijk te doen en ook zo snel mogelijk. Dus daarom is mijn streven om dit volgend jaar december af te ronden. Ik weet niet of het lukt, maar ik ga daar zeker mijn best voor doen. Voilà. Het is een eenvoudige taak. Oké, dan wil ik Kenneth, president en de heer Links heel van harte bedanken voor uw bijdrage. Dank u wel.